was. Alleen de heer van het door dat ik er was. En ik durfde niet te praten met mensen. Dat ging veel te ver boven mijn grenzen. Het is vaak nerveus als je ineens van bij me stil te komen. Verlegen glimlach en een dichtgesnoerde mond. Maakte me druk over afkeurende blikken. En al het commentaar dat ik weer moest spreken. Ze loopt te denken wat nou als ze me moest zien. Ben ik kwaad op mezelf en de persoon niet om. Alles doet niet ook al had ze hart zo dit als glas. Ik ben tevreden over mezelf en de persoon die ik was. Ik voelde me zo compleet. En ik wist niet waarom je zo deed. Blijkbaar was ik te antisociaal. Maar voor mij was dat echt heel normaal. Ik begrijp het nog steeds niet heel erg goed. Wat ik doe, wat ik zeg en wat me boeit. Het is niet gek, ben het zo lang al gewend. Want er is niemand die mij echt kent. En niemand die weet hoe ik me dan niet mij echt kent. Niemand die mij echt kent. Niemand die weet hoe ik me. Niemand die mij echt kent. Als we er vast staan, dan een grote water. Ik heb nooit getrokken, ik ben heel erg onberaden. Maar je komt maar kant op een school op mij. Sociaal.